Het was weer tijd voor de jaarlijkse uitreiking van de Johan Kaartprijs. Ook Vips TV was erbij. De winnaar van 2024 is Sven Ratske. Ik ben heel erg vereerd natuurlijk. Dat is heel bijzonder om zo'n prijs te krijgen. Ja, en had je het verwacht? Nee, het is niet echt iets waar ik mee bezig ben om prijzen te winnen. Dus ik was van, hè? Ik? Dat zijn natuurlijk best wel bijzondere collega's die die prijs hebben gewonnen. Dus ik kende de prijs wel, maar het was niet dat ik het op een briefje bij mij thuis had staan van, oh, dat gaat snel gebeuren. En hoe verloopt het dan met deze prijs? Worden eerst nominaties gemaakt of word je gewoon ineens uitgekozen ervoor? Nee, dat is een vakjury en die vinden elk jaar een theatermaker bijzonder genoeg om die prijs te geven. Dus dat is echt een heel persoonlijke keuze van de jury. U heeft deze prijs natuurlijk eerder gewonnen. Hoe voelt dat dan? Het is altijd leuk om een prijs te krijgen. Waardering is altijd leuk. En zeker als het een beetje is door de vakjury, dus niet door het publiek. Dus een wat meer serieus bekeken waarom mensen een prijs geven. Want meestal, de publieksprijs is meestal veel fans en zo. Die sturen allemaal in, televisie en dat soort dingen. Maar dit is natuurlijk een leuke aparte prijs die echt met waardering gepaard gaat. Ja, en wat voor impact heeft dat bij u gedaan? Nou, de impact had niet zoveel impact, moet ik zeggen. Ik vond het hartstikke leuk om te krijgen, maar ik heb ook weer een prijs gehad. Hij staat bij de andere prijs in het prijzenkastje. Ik heb een voorstelling gemaakt over Legende Marlene Dietrich. Het is een muziektheatervoorstelling die uit Berlijn kwam naar Nederland. Die speelt niet meer in Nederland, dus het is net afgelopen in mei. Die speelt nog wel in Berlijn. Ja, het is een voorstelling waar je echt induikt in het leven van deze legende. Een soort Lady Gaga, Madonna momenten heeft dat natuurlijk ook referenties aan deze tijd. En met al die prachtige muziek van Marlene. Dus kom kijken, zou ik zeggen. Ja. Wat vindt u van de winnaar? Nou, geweldig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog nooit echt live heb gezien. Ik ben nog nooit in het theater geweest bij hem. Maar altijd veel van gehoord. Ik heb ook kleine stukjes gezien op televisie en zo voor. Dus ik ga er zeker binnenkort naartoe. Want het is een fenomeen. Het gekke is, ik heb hem twee keer zien optreden. Eén keer op de parade in Amsterdam en de Rocky Horror Show. Maar ik had zijn roep is hem vooruitgesneld. Ik had natuurlijk al heel veel over die man gehoord. En toen ik hem zag, dacht ik, ja, ik snap het. Ik snap het. Hij is wel echt uitzonderlijk. Dus one of a kind. En die staat maar eens in de 100 jaar op. Dat vind ik van Sven Ratske. En wat maakt hem dan one of a kind? Ja, dat is niet uit te leggen. Dat hebben ze net ook gezegd bij de sprekers. Kijk, in theater moet je niet gaan uitleggen. Dan moet je duiden, moet je suggereren. Moet je het raadsel groter maken dan het is. En hij maakt het raadsel groter dan het reeds is. En dat valt verder niet uit te leggen. Maar hij is... Ja, je moet naar hem toe. Ja, je wordt de cabaret supernova en one of the best cabaret performers genoemd. Wat vind je daarvan? Ja, dat is natuurlijk heel erg fijn om dat soort mooie termen te horen. Ja, maar ik zou dat zelf natuurlijk niet gaan verzinnen over mij. Dus het zijn de anderen die dat doen, maar dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, dat snap ik. En waar ben je het meest trots op in je carrière? Ik denk dat ik echt altijd een beetje mijn eigen weg ben gegaan en... het is dan een langere weg dat ik niet allemaal talentshows heb gedaan of de televisie heb opgezocht of rare producties waar ik dan niet blij mee ben. Ja, dus ik maak eigenlijk altijd dingen waar ik heel veel zin in heb om die te maken. En daar ben ik wel heel trots op ook. En wie hoopt u dat deze prijs volgend jaar wint? Nou, daar moet ik even over denken hoor. Nou, ik weet, zijn er nog mensen over? Iedereen heeft hem geloof ik al. Hè? Dus dat is zo'n lijst. Ik zou niet weten wie hem... Ik weet niet wie hem allemaal gehad hebben. Dus van de cabaretiers, ik weet niet.
Nee, ik zou hem niet gaan inzetten. Nee. Er zijn een heleboel, vooral stand-up comedians, die hem denk nog niet gehad hebben. Dus in die richting moeten we een beetje gaan zoeken. Wim van Helsen zou mogen hebben, wat mij betreft. Dat is een stand-upper, een Vlaamse stand-upper. Ja, die zou hem wat mij betreft mogen hebben.